Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Berre en ik ben vandaag hier met een nieuwe gast. Sion. Sion is mijn stiefbroer. Sion gaat hout hakken voor een huis. Dus let's do this. Ik ga Sion ook helpen. Yo, die mensen. Dus wat moeten we hier nog allemaal hebben? Ik heb nog geen... Ik ben al bezig. Gaan overmaken. Maar het is kut dat we zo met die boom zitten, want dat vind ik niet echt een mooi hout. Ja, maar we kunnen er niks aan doen. Hè. Nee. Dus ik ga de laatste ijzer nog smelten. En dan maak ik voor ons twee, maak ik dan al iron keer. Goed. Iron, oké. Ja, maar ik gooi ineens mijn axe weg en nu zie je verdwenen. Ja, dat is een bug. Pak die maar terug op. Die is weg. Echt, de lichter. Oh, shit. 1, 2, 3. 1, 2, oké. Okay. En twee ovens, maar dat maakt niet uit. Nog meer hout. We zijn nu eigenlijk al stinkend rijk in de tweede aflevering. Want de vorige aflevering ben ik in een cave geweest en heb ik echt rond de stek iron gevonden. Ja, jullie zien ook... Ik ben niet zo goed in Minecraft. Nee. Ik kan schaar maken en ik ga dat schapel scheren. Is het goed als ik ongeveer een stek heb? Ja. Maar ja, een stek van de hout, hè? Ja, ja. Maar als we echt een goed huis willen, dan moet je nog meer. Zo. Maar dan maar. Ja. Hak gewoon door. Gewoon een beetje al de bomen weghakken die er staan. Nu stokken maken. 1, 2. Hebben jullie ook al eten? Ja, genoeg. En heb je betalen die aflevering gemaakt? Ja. Dan ga ik voor u 1, 2 en dan 1, 2. Als je dan klaar zit en we gaan het huis bouwen, heb ik voor u een iron spullen, hè? Ook iron gear. Ja, chestplate en zo. Nee, dat niet. Nee, okay. Niet erg, pak ik thuis wel. Oké, nu ga ik ook boom maken. Eigenlijk draait deze aflevering alleen om een huis. Want... Ja, we gaan proberen een heel groot huis te maken. Met twee... Met één... Een heel groot huis met twee verdiepingen. Of een smal huis met heel veel verdiepingen. Maar ik denk dat het een heel groot huis met twee of drie verdiepingen gaat worden. Ja, die bomen zijn echt zo... Ja, ik vind die niet zo mooi, maar ja. Hé? Hoe zie ik daar? Kijk, Berre. Ja, dat weet ik. Wat? Een zweefde platform. Ik heb... Oh, kijk welk hout ik heb gevonden. Oh, jee. Dat is wat we nodig hebben. Er zijn er veel bomen zo. Daar. Nee, één denk ik. Nee, dat is niet. Ja. Oh nee, ik heb nog een tweede. Ik heb zo'n tweede boom. Ik heb ook zo'n boom. Daar kunnen we zo meubelen voor maken. Ja, want we hebben meer van de lelijke auto's en dit. Maar kijk, ik heb hier een paard. Ja, ik weet het. Er zijn nog. Ga die temmen. We hebben al de vorige aflevering twee paarden en één ezel tegengekomen. Maar... Ga die temmen goed. En als je een cave vindt, ga er maar in. Want als er dan een spawner zit en daar zit een zadel of zo in die kist, dan kunnen we wel op dat paard rijden. Ja, ik ga die temmen proberen. Shit, die duwen er altijd terug vanaf. Ja, getemd. Ja? Ja. Moet je eigenlijk van het paard afgaan? Ik heb wel mijn manier, maar ja, ik weet niet of dat er juist is. Ja, shiften. Derde boom van ja, ik heb een cave. Maar ik denk dat jij hier al in bent geweest. Maar dat maakt niet uit hè, dat er zomaar weinig bomen zijn. Is er dat vallen, deze? Er vallen saplings uit en dan... Is dat deze, buiten deze cave? Nee. Blijf, wacht. Ja, ja, want het is verhouden. Nee. Ja, daar ben ik al in geweest. Dat was echt keiveel iron. Oh shit, nu raak ik. Oh, ja.
Hoe loom ben ik? Want als die saplings daar nu vallen, planten we die bomen gewoon opnieuw. Ja, maar dan moeten we ook wel nog, ja, van de hout moeten we ook nog wel veel hebben. Mijn ex is bijna al kapot. Maak dan maar in. Ja, kijk, van die boom zijn saplings gevallen. Van die lelijke bomen moeten we eigenlijk geen saplings hebben, hè, want nee, want er staan niet te veel. Te veel niet, hè, maar gewoon, er zijn echt veel. Het is hier huge. Hoeveel heb je? Je hebt al een stek. Ja, het maakt niet uit. Gewoon door blijven maken. Meer hout is beter als weinig, hè. Ja, en dan nog als het een mega groot huis wordt. Ja. 3 verdiepingen, denk ik toch wel. Veel hout, hoor. Die ook zand, dat zij ze ook gaan haken, ja, voor glas. Ja, doe maar. Ik denk dat bij ik heb nu denk ik ongeveer gaat. Ook al. Ja, ik heb nog geen stek, maar. Ik, bij de stek en half ga ik direct zand haken. Bij mijn kleinste broertje heb ik daar, bij Charlotte heb ik ook een. Ja, even Minecraft gespeeld en toen vond ik ook al direct iron. Gewoon, er was zand, ik heb eronder gekeken en direct iron. Ja, ik ga nu al mijn hout al omtoveren. Als jij even naar boven komt en geeft. Ja, ik ga ook al kisten maken. Ik ga precies weer stekken en hout stoppen. Dat is 32. Dus ik heb nu. Ik steek nog wat. Waar zit je? Ik ben op die berg. Oh, ik ben echt ver weg gegaan. Ik zal mijn nametag zeker wel zien. Ja, ik zie jullie lopen. Ja. Kijk, ik spring. Oh ja, nu wel. Dat lukt niet. Ik ga deze boom nog hakken. Zet al die prul, zet die maar in die kisten. Oh, we hebben echt al veel wol. Kom, gaan we de nacht al doorslapen? Ik heb nog geen. Wow! Ik heb 4 bedden gemaakt. Ik heb nog niks. 4 bedden is genoeg, hè? Ik maak tal. Hier even mijn. Mijn. Dinges. Oh. Ik denk dat mijn hele inventory vol gaat zitten. Voilà. Ik ga al slapen. Wacht, nee. Ik ga eerst die nest daar nog in stoppen. Is er? Berre. Kijk eens in de kist. Ik heb 4, 5, 6, in die kist 8. Heb ik ijzeren tools voor u. Ja, wacht. Ik ga eerst nog hout maken. Zo. Oh. Ik kom naar boven. Hoe ga ik naar boven gaan? Of. Ik doe wat we wilt gewoon. Ik ga gewoon parcouren. Zo. Ik kan goed parcouren hier. Oh ja, ik heb nog van dat haarhout. Oh. Van de hout dat we allemaal nodig. Ja, dat jij zo mooi vindt. Ah. Maar je ziet overal van die bomen staan hoor. Ja. Maar niet, dat is maar 1. Parcours lukt niet meer. Hashtag veel, hashtag. Zionaapje. Kom ik al slapen, hè? Ja, ik kom eraan. Wat een parcoursmaster. Ja, nee, daarnet was ik wel echt aan het parcouren. Hier zit daar, hè? Dikke parcours. Oeh, dat had ik niet gezien. Waar maak ik al die stacks van hout voor je? In de kist. Dat is mega veel. Nee, dan houd die maar bij. Slaap nu even. Ik denk dat ik. Ja. Krak in bed. Ja, oké. Ja, yep. Pas. Nacht overleefd. Even dit nog weghaken. Wat is hier gebeurd? Een explosie of zo? Wat is dit eigenlijk? Ja, die wereld echt is super raar.
Dit klopt eigenlijk geen kanten. Ik kan nu al rond de, ja. Welke chest heb je iron dus? Is dat zwaard voor mij? Ja. Een soort. Ja, en die pickaxe en zo. Oké. Hebben jullie obsidian? Is dat obsidian? Ja, dat is een koolblok. Ah, oké. Blok of kool. Ik dacht al van. Nu al obsidian. Ik heb echt fucking veel hout. Hier, ik ga verder met hakken, goed? Ik drop mijn stacks voor u. Ik ben mijn stacks aan het droppen. Nee, je moet helpen met bouwen, want ik krijg dat huis nooit alleen af. Ja, maar ik weet niet hoe ik moet bouwen. Allee, ik bedoel van wat jij wilt. Kijk, ik ben toch de rond. Zie hoe groot dat wordt. Moet ik hier recht bouwen of moet ik hier gaan schuin gaan? Gewoon, kijk, hoe ik aan het bouwen ben. Dat is... Dat moet je nu hoger maken. Ja, oké. Okay. Ik ga me shiften. Dan ga ik al meubels maken. Zo. En nu nog twee wol. En wat zijn de meubels aan bedden allemaal? Kijk. Is dit ongeveer een stack wat je hebt gebouwd? Ik ben even bezig, heb ze. En dan... Oh, ik moet er nog een maken. Hier gaat echt veel tijd in een stuk worden. Voilà. Het is zomaar op die verhoog, ja, van het deur. Kijk, ik heb hier zo deur. Ja, wacht, dan zal ik even erop weggaan. Doet jij elkaar onderaan? Ja, want ja, nu klopt dat eigenlijk niet. Nu is het geen twee lagen. Ja, niet meer. Zie, even zo eentje. Dat klopt niet. Ben je aan het weghakken? Daaronder ook, hè, want anders klopt het niet meer. Onder de onderaf die schout. Zal ik wat doen? Zeker. Hieronder. Bijna zo bedoel ik zo van dat je ook nog die twee lagen uit de hele tijd hebt. Ja, mensen, we gaan moeten afronden, hè. Want het is bijna de 15 minuten en ik kan maar 15 minuten opnemen. Dus hopelijk vonden jullie deze aflevering leuk. De volgende aflevering gaan we het huis weer verder bouwen. De volgende aflevering is weer met Zion en met Tal waarschijnlijk ook erbij. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Tot de volgende keer.